Dag mensen. Iedereen. Ik ga een video gaan maken. Waar ik eigenlijk lang naar op zoek was. Was naar hoe dat je een fakkel, een jongleerfakkel, opbindt. Naar een nieuwe, met een nieuwe Kevlar. Lont eigenlijk. En als ze er zo uitzien, is dat. Dat is al een beetje beter. Ik kom er wel meer vuur aan te pas dan. Dat is wel mooier. Ik heb straks een optreden als vuuranimatie met als mumme. Ik weet ook niet waar dat kan doen, maar. Nu, waar moeten we mee beginnen? Eerst om vooral dat los te doen. Nu voor de mensen die dat niet weten, ik ga dat even doen. Hier staan twee schroeven op. Hier, ik ga dat zo laten zien. Hier zijn twee schroeven. Eén hier en één daar. En bovenop uw kegel, op uw fakkel, ziet je hier een streepje staan. Daar een klein streepje. Dat streepje, dat wil zeggen, daar zijn uw vijzen. Hier. Daar tegenover het streepje. Nu, we gaan dat eerst eens demonteren. Ik heb een truc gevonden om dat daar gemakkelijk op te doen. Allee, gemakkelijk. Tja, daar gaan we veel mee sukkelen. Dat is niet met een elleboog dat hoort piepen, dat is mijn vijs. Zo. Kijk, je doet dat daar af. En je kijkt hoeveel keren dat daar rond zit. Dus. Eén keer. Twee keer. Drie keer. Vloep, het is af. Drie keer zit het daar rond. Wat heb ik nu gedaan? Ik ga nog gauw mijn overschot van het lot nog halen. Ik heb lot gekocht, zo 2 meters. Ben ik zeker dat ik nog eens kan. Okay. Wat gaan we doen? Ik ga dat hier, kijk, over die gaatjes zetten. He, want daar moet je eindigen en je moet over de gaatjes eindigen. Hou dat goed vast. En je trekt het daar goed over. Ik was dus aan de andere kant. Ik doe het zo, hè, zo. Dan juist had ik het zo gedaan, nu doe ik het zo. Waarom? Omdat ik het dan beter kan aanspannen. Zet uw duim daarop. Hè. Zie dat je aan het streepje bent, hè, dat je daar niet te veel lont aan hebt. Hè. Dat er te veel naar de andere kant van de vijsjes hier naar deze kant hier. Ah, je ziet dat niet. Zullen we dat wat zo doen? Aan deze kant van het lont te veel lont zit. Hè, want dan zit dat met een dikke, dikke bobbel. Nu niet. Nu is het met een half dikke bobbel. Zo, je zet uw duim daarop, zo, en ik span dat direct heel goed aan. Krachtig, ik zal dat hier komen doen. Ik span dat heel krachtig aan, dat al goed vast zit. En dan beginnen we. Eén keer, twee keren, drie keren, tot aan het streepje. En laat je iets meer om dat om te plooien. Ja? Nu, één keer kunnen we dat doen. Dan weet je hoe lang dat is, dan doe je dat terug los. Dan snijd je je drie reepjes. Ziet je? Dat zal ongeveer zo uitkomen. Zie je? Kijk. Ongeveer zo. Hè? Het is nu juist mooi. Oops. Zo. Dus dat gaan we doen. Hè? Dat zal ik dan een keer doen. Hè? Doe het daar rond. Niet te ver over het streepje. Hè? Centimeter kan een half zo. Dan span je dat heel hard aan. Het is goed dat je dat kunt. Het blijft schoon, hè? Gelijk van boven. Zo. Zo. En nu komen we weer en hebben we overschot. Hè? Zie? Ik heb overschot. Zie je, hier een streepje en dus heb ik dat overschot. Maar waarom? Omdat ik dat wil ontplooien. Zo, ik ga dat ontplooien. En dan komen we er zitten. Een beetje minder geven. Zo. Ja? Nu komt het, hè? Ik weet het. Je moet weten hoe ver dat die dingen uit elkaar staan. Hoe ver dat die gaatjes uit elkaar staan. Hè? Ja. Weet je, dan meet je eerst. Onthoud dat er. Ik heb een schuifmaat gezet. Ik heb hem ingesteld. En ik weet hoeveel dat is. Nu van de kant van boven, dat is wel schat. En dan gaat het al eens een centimeter. Nu heb je je schroeven. Die je daaruit gehaald hebt. Die moet je nu laten vallen. Want dan ligt het op de grond. Je moet het een beetje proper maken. Ja. Als dat proper is, pakken we. Lops.
mijn vet tegen mijn tang, tegen mijn schaar. Dus dat vet, dat hebben we nodig voor ons, kijk, voor ons vijs in te draaien. Ik ga dat daar zo goed mogelijk in draaien. Zo. Dat gaat vet, een vettige proces. Tegenover het lijntje draait die schroef daarin. Nu, het probleem daarbij, het meeste dat ze hebben, dat is dat hij een hele bazaar begint op te draaien. Kun je daar tegen doen, vet aandoen en regelmatig terugdraaien. En misschien zelfs nog wat vet gaan bij aanzetten. Zo, dat draai je daar alleen met die hand. Als je dan een kind, zo, dan zit er een sloppeling. Zet dat daarop. En weet maar te draaien, totdat je aan je kotteke komt van achter, aan je gaatje. Voilà. Houd dat goed vast. Voor die onhandig zijn, die liggen dan hier op een tafel. Hè? Ja, niet iedereen is zo onnachtelijk als ik. En je draait dat aan. Kijk maar eens naar mijn vorig video, de beste technieker daar. Fantastisch. Je draait het aan. Zo, en dat is vast. Voilà. Dat is al één vijsje erin. Ja? En dat vijsje, dat zit daar nu goed in. We pakken ons ander vijsje. Hè? Maken dat proper, want we moeten dat altijd goed proper maken. Hè? Ah, met een hond kom je af. We doen daar terug vet aan, dat hier op mijn schaar plakt. Hè? Nou, gelukkig. Normaal, ja, ik had hier zo een vetpomp liggen. Zie je? Voor tos in te vetten. Zo. Goed. Ja. Wat doen we daaraan? Dan neemt je maat, hè. Je weet nog, die schuifmaat hier, die centimeter. Kan ik er kijken hoe ver ik hier moet zitten. En dan touw ik dat, hier moet ik het zo. Dan steek ik daarin en we doen het zelfs. Hop zo. Erin foefelen eerst. Zodanig dat dat niet kan opkrollen. Hè. Een keer draaien, terugdraaien, draaien, terugdraaien. Zodanig dat vet er zo wat in zit. Nu, je moet daar geen schrik van hebben, dat vet. Dat is gewoon vettig. Zo. Dus dat zit er al in. Nu gaan we het gaatje zoeken. Het gaatje zoeken. Dat is zo wat het probleempje dat je er hebt. Oh, ik heb wel chance. Ook weer terugdraaien. Vastmaken, terugdraaien. Voilà. Het is een dikke knobbel. Een dikkere de knobbel. Om meer vuur, hè. Een beetje loswringen, weet je. Want je moet eigenlijk een beetje... moet ik zeggen, daar kunnen lucht tussen laten voor dat de brand te steken. Nu gaan we dat ook eens proberen. Dus wat heb ik nodig? Allee, olie. Ik ga hem even afzetten, de camera, en dan kom ik zelfs terug. Oké? Okay? Oh nee. Wacht eens een beetje. Zo. Hier ben ik terug. Waar moeten we op letten als we gaan jongleren? Ik heb dat al dikwijls ondervonden. Dat wordt vettig en zo. En het is niet van vettiger of prettiger. Nee. Dat zijn hier vakkers die moeten super droog zijn. Proper. Van voet meepakken. Als je gaat vuur jongleren. Zodanig dat je dat allemaal kunt. Dat ze niet uit die handen liepen. Bij mij was dat regelmatig. Ik kan nog zo gewoon een jongleur. Ik ben toch weer geen jongleur. Ik ben meer een clown dan iets anders. Zo, ik ben een beetje de clown als ik het nog niet moest weten. Ah, je wist het niet. Dan weet het niet, hè. Zo, dus eerst proper maken. Voilà. Nu, wat hebben we nodig, hè? Lampenolie. Gewone lampenolie. Dus ik ga de camera even een beetje verzetten. Het is beter losgelaten. Daar zijn we ze. Zo. Zie ze liggen? Dat zijn mijn vakjes. Wat gaan we doen?
Ik ga die eerst eens een keer in mijn kruid uittrekken. Ja, dus pas daar. Zo. Ik ga die overgeten en mijn lampen over. Zo. Goed. Goed, laten we drinken. Zo. Ja. Nee. Altijd denken als ze sappig zijn, dat je die nog moet, om die vergeten, ik zal het zo doen, dat je die nog moet uitzwikken of met een voet droogdeppen. Stopzokken erop. Wat een vod. Kijk, ik ga dat zo doen. Ik vind dat eigenlijk wel beter dan daarmee zitten te zwikken. Ik ga mijn camera terug naar mij richten. Waar zijn ik hier? Ja, oké. Zo. Je kunt dus zwikken. Ik zal nu een keer zwikken. Dan pak ik mijn fakkel. Ik haal dat af. Ik druk dat zo een keer. Kijk. Ja. Dat is voor een bazaar die toch eruit vliegt op de mensen. Maar dat mag niet. Spijtig. Dan pak je luciferkes. Waarschijnlijk gaat dat er niet gaan, want het is nog wel tamelijk veel wind. Zo. Oké, dan gaan we de camera naar binnen. Hier krijg ik die toch niet aangestoken. Zo, ja. Dat was het. Zo. Ik ga hem maar hier zitten. Een deur of verder. Ja, ten andere. De 13e heb ik een open deurdag in mijn smidse. Smidse 2 lopen. Iedereen is welkom. Daar wordt ook 4 animatie gegeven. Dus als ze komt, kom dan. Komt er niet, dan blijf ik thuis. Zo. Ik pak mijn fakkels en ik probeer die aan te steken. Voor de eerste keer gaat dat wel moeilijk zijn. Gaat dat wel moeilijk zijn met aanstekertjes, met lucifers. En dan krijg je schoon vlammen. Zo. Dat is fantastisch, hè. Daar kan ik er content mee zijn, hè. Zo. Natuurlijk wil jij mij dan een keer mee zien te leren. Oké. Dat kan, maar ik moet dan eerst mijn camera naar buiten zetten. Daar zo ongeveer. Voilà. Oké. Het is veel wind, dat wil ik zeggen. Straks met weer spuren zal het niet gemakkelijk zijn. Zo, dat was dan de uitleg hoe dat je je kegels kunt binden. Toch tenminste een nevel onderzetten. En dan ja, ik kan er gaan jongleren. Zoals ik. Je ziet dat het gaat nog niet echt goed. Ik ben nog niet ingewarmd, niet opgewarmd. Maar oké. Zo blaast het uit. Zo. En wat moet je dan doen? Zeker niet vergeten. Ze terug helemaal in olie. Dus ga ik je dat ook laten zien. Voilà. Goed veel olie opdoen, want uw lont brandt op. Ja, dat is nu nog een beetje aan het. Hè? Het is nu nog niet echt heel heet geweest. Maar als je zo een half uur kan aan het jongleren bent, of toch tenminste nog 10 minuten, wordt die ijzer warm en in de lont zit ijzer eigenlijk, en ijzer net. Om alles goed bij elkaar te houden. Nu, ik zal nog eens zo een netje gaan halen, wat dat er van komt. En dan gaat het dus zien. Ik ga rap halen. Okay. Als je dat goed kunt zien, dat is een kopernetje dat daarin zit. En dat zit zo heel dat lont vol. Nu, kijk, dat is nog een goed stuk lont. Niet wegdoen. Je kunt dat misschien nog eens gebruiken voor
mij ook voor iets te maken. Bijvoorbeeld. Ik zal eens van alles laten zien. Ik moet eerst mijn camera losmaken. En dan kan ik daarmee rondwandelen. Zie je? Zo. Hopla. Oké. Hier, dat is allemaal een rommel. Moet voor de open deur dag opgeruimd worden. Zo, dus wat kunnen we daar allemaal mee maken? Kijk. Ik heb hier al zo... Hè, dat is nu wel wat mijn rondlont. Maar je kunt je daarmee bezighouden. Oei, bibberwekken. Kun je daarmee bezighouden. Met daar van alles mee te maken. Hè. En dat dient om in vuur te spuwen. Oké, kijk. Dat is mijn karken dat ik ga gebruiken. Voor alles aan te hangen. Iets fantastisch leuks. Dat is mijn plank. Mijn plank voor mijn rollenbollen. Nu heb ik juist gezien dat er meer kapot is, dus moet ik dat terug vastlassen. Dus ja, dat gaat al een keer kapot. Zie je, dat is mijn plak voor rollenbollen. En je ziet, ik heb mij al goed bezig gehouden met van alles. Dat is een katana om in brand te steken. En je kunt zo van alles maken, hè. Kijk. Dat is zo'n pintje. Dat is van een kommeken eigenlijk. Heb ik zo daaraan vastgelast, zo volgebrabbeld, zo weet je. En daar heb ik lont op gezet. Hé, dat is mooi, hè. Ja, dat komt hier aan mijn karken, hè. Zo, hier zo. Ah ja, kom maar. Zo, hopla. Het gezien? Farm karken, hè. Ja. Zelf gemaakt. Dus mensen, veiligheid voor alles.